iets heel anders dan. De deeleconomie is een cash cow voor veel Nederlanders. 200.000 mensen maken gebruik van huizenverhuursite Airbnb. 110.000 mensen delen een auto met iemand anders. En dat zijn nog maar twee van de vele initiatieven om wat extra bij te verdienen. Alle initiatieven samen leveren ons land jaarlijks meer dan 100 miljoen euro op. Maar nu heeft de Belastingdienst de jacht op die inkomsten geopend. Het gaat heel goed met huizenverhuursite Airbnb. En daar wil de Belastingdienst van mee profiteren. Steeds meer mensen verhuren een kamer of een hele huis via Airbnb. Het is makkelijk verdiend extraatje, maar daar moet je wel aangifte van doen. De fiscus gaat nu in kaart brengen hoeveel mensen dat niet doen. Want mogelijk loopt de staat miljoenen euro's mis. Bij ons te gast is de man die alles weet over de deeleconomie, Harmen Sprang van ShareNL. Ik wil eerst even een ronde doen hier aan tafel. Wie van jullie maakt allemaal deel uit van die deeleconomie? U waarschijnlijk wel, Erik, maar ik begin in eerste instantie met jou. Ik ga volgende week naar Parijs en ik zit in een Airbnb, dus ik maak in ieder geval gebruik van. Meneer Babel? Ik heb geen auto, dus ik deel mijn auto via de NS. En meneer Van Sprang? Ja, ik heb ook geen auto, dus statistisch gezien gaat hier al helemaal mank aan tafel. Ik gebruik ook regelmatig Airbnb voor als ik in Europa moet spreken. Er zijn heel veel mensen die hun huis wel verhuren via Airbnb, maar die hun inkomsten niet opgeven bij de Belastingdienst, zoals dit stel. 2 weken zijn we naar Griekenland geweest en eigenlijk het grote deel van die 2 weken, 11 dagen, hebben we het weten te verhuren via Airbnb. De vakantie is uitbetaald. Ja, ruimschoots. Ik kon een extra biertje drinken, laat ik het zo zeggen. Jullie hebben nu ook inkomsten. Geef je dat op aan de Belastingdienst? Hoe gaat dat? Nou, daar hebben we eigenlijk vooraf nog niet echt bij stilgestaan. We wisten wel dat het een element zou zijn. Maar toen we op vakantie gingen, hebben we het gewoon dus uitbesteed. Maar we weten dus wel dat er regelgeving is. En dat gaan we gewoon binnenkort gaan we even om de tafel of met elkaar. Of even via internet uitzoeken hoe dat precies zit. Het is voor iedereen nieuw eigenlijk. Huisgebied. Ja, maar wel belangrijk dat je gewoon goed kijkt wat de regels zijn. Want je wil natuurlijk niet een paar jaar later horen van hey, je hebt illegale praktijken uitgevoerd en wat je allemaal deed was niet volgens de regels. Dat moet je natuurlijk voorkomen. Wat ik voornamelijk lees is dat de gemeente nu wel wat harder gaat aanpakken. Maar ik denk dat dat vooral gaat om de mensen die nu hun huis als een soort van half hostel gaan verhuren en daar enorm veel inkomsten mee genereren. Ik denk niet dat wij voor de fiscus zo interessant zijn. Of ik denk dat de gemeente meer richt op die mensen. Je hoopt dat het voor jullie wel los zal lopen? Ja, eigenlijk wel. Wat zijn die regels, meneer Van Sprang? Ja, die regels die zijn in ontwikkeling, maar momenteel zegt de Belastingdienst ook heel terecht, de regels die in de reguliere economie gelden, gelden natuurlijk ook in de deeleconomie. En daarbij is het zo, als je een koopwoning hebt en die je in zijn geheel verhuurt, dat je dan 70% van je opbrengsten, dat daar belasting over betaald dient te worden. En als je een kamer huurt? Als je een kamer in jouw koopwoning verhuurt, is dat niet het geval. En bij auto's? Bij auto's kom je echt niet snel in een grote orde van grootte waarin je successievelijk belasting moet gaan betalen of dus inderdaad inkomsten bij inkomstenbelasting moet gaan optellen. Erik, nou horen we het stel in het filmpje zeggen, dit zal wel loslopen. Wat denk jij? Denk ik ook. Het lijkt mij dat zij dat 1 keer per jaar doen. Ze gaan op vakantie, ze verhuren voor 2 weken. Nou, wat zal het opgeleverd hebben? Misschien 2 mil, misschien 3 mil of zo. Nou, hebben ze net die vakantie in Griekenland mee kunnen betalen. Prima, lijkt mij ook niet dat je daar belasting voor over moet betalen. Maar dat huis waar ik nou zo meteen in Parijs naartoe ga, dat is van een dame die maandelijks voor weken verhuurt. Ja. Die concurreert eigenlijk gewoon met een hotelkamer. Want ik had het anders gewoon een hotelkamer genomen. Dit zag er veel comfortabeler uit. Ik vind het niet meer dan terecht dat daar zwaar belasting op gegeven wordt. Omdat het anders ook valse concurrentie wordt voor hotels. En bovendien, degene die ermee wegloopt, dat is de firma Airbnb, betaalt nauwelijks belasting. En daarmee is het eigenlijk meer een unsharing economie. En dan wordt er eigenlijk gewoon van ons, wij als burgers in dit land, gewoon eigenlijk belasting in vloeit weg, inkomsten mogelijkerwijs. En die moet hier eigenlijk geheven worden. Beetje eens en een beetje oneens wat mij betreft. Ik ben helemaal eens met Erik dat als je je appartement of je woning ongelooflijk veel op jaarbasis verhuurt, dat je jezelf gewoon goed in de ogen moet kijken en eigenlijk moet zeggen, ik ben ondernemer, ik ben een bed and breakfast of een hotel aan het runnen. En dan voldoe je inderdaad aan andere wet en regelgeving, ook hier in Nederland. Ja. Ik wil graag van u weten, stel dat ik 10 keer per jaar mijn huis verhuur via Airbnb. Komt de Belastingdienst daarachter, denkt u, of niet?
Ja, ik ken de opsporingsmogelijkheden van de Belastingdienst niet. Maar kijk, er is natuurlijk wel een deel zichtbaarheid... doordat je natuurlijk ook op een publieke website aangeeft dat je je woning verhuurt. Het zou wel moeten zijn dat een Airbnb dan samenwerkt met een Belastingdienst... om precies aan te geven wat dan de verhuurtransacties zijn. En dat gebeurt hier niet? Dat gebeurt op dit moment niet. En ik zie dus inderdaad op gemeentelijk niveau een Airbnb samenwerken met een gemeente. Ik weet niet precies hoe een internationale organisatie wel of niet... met een Belastingdienst samenwerkt of moet samenwerken... In beide belang is het om natuurlijk wel met elkaar daarover in gesprek te blijven. Maar vooral ligt natuurlijk, en dat zie je ook bij Airbnb... maar bij heel veel andere platformen... zij zijn ook wel weer voor een deel gewoon de marktplaats... waar vraag en aanbod bij elkaar komt. En jij als burger, als aanbieder in dit geval op Airbnb... zelf verantwoordelijk bent voor je gedragingen, voor je transacties... en dus ook voor je fiscale aspecten. Maar roept u nou impliciet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid... en het vooral nog even niet op te geven aan de Belastingdienst? Nee, dat doe ik zeker niet. Ik vind dat je hier gewoon... Ik bedoel, we krijgen er ook veel moois voor terug... en een burgerlijke ongehoorzaamheid tot een bepaalde hoogte vind ik prachtig. Maar ik denk niet dat je jezelf in de vingers moet snijden. Dus wel even goed moet kijken hoe het in elkaar steekt. Want hoe hoog is de boete als je het niet doet? Daar heb ik geen idee van. Goed, ik dank jullie wel. Tot zover deze aflevering van Money Talks. Heel graag tot volgende week. Dag. Money Talks.